Ik kon heel veel vasthouden vanwege zo'n light machine gun. Dus dan hou je tering voor kogeltjes vast. Mm-hmm. Beneden of boven? Niet helemaal beneden. Eerste verdieping. Hallo, ballengezicht. Dank u voor uw vijandelijke scan. We hebben een blitz, we hebben een rook, wat hebben we nog meer? Wat ben jij? Oh, jij bent een rook. Jij bent niet wat ik zoek. Ik ben bij de hostage. Ja, een Doc Jager Blitz. Yep. Deze heeft 210 kogels en dan 31 in zijn magazijn. Nou, lekker toch? 31 kogeltjes afknallen. Oh, ik weet niet of ik hier naar binnen ga, hoor. Of hier naar boven ga. Oh, boeien. Wat? Giving you eyes on the hostages. Enemy tank. Oeh, hallo. Ik ben binnen, hè? Dat weet ik. Ik zit vlak achter u. Oh, ze zitten met z'n tweeën op de trap daar te campen, jongen. Wat een bullshit! Alle twee over die trap aan het campen. Wat is dit voor een bullshit, ouwe? Ik kan... Ouwe! Hij schoot niet eens op mij, hij schoot alleen op die muur. What the fuck? Deze man moet echt leren gamen. Weet je, die eruit wordt gegooid nu. Ja, die ik eruit wil hebben. Mm. Hij verraadt zijn fucking plek door een fucking... Ja, rooktas kapot te schieten als alles al eruit is. Dat is wel ik ga stom. Iemand gebruiken die ik nooit gebruik. Pulse, interessant. Ik heb hem wel, maar ik heb hem echt bijna nog nooit gebruikt. Maar dat komt denk ik ook een beetje omdat ik niet met die kan spelen. Waarom wil je nou weer hem eruit hebben? Hij doet niks. Dus mensen stemmen serieus iemand eruit die gewoon echt geen ene flikker doet. Yep. Ja, of hij zou wat verkeers hebben gezegd. Weet ik veel. Hij is wel nu al het enige stand aan het janken, maar... Hij heeft nog niks gedaan, nee. Hij komt pas net in de game. Omdat die andere weg is gegaan. Oh, waarschijnlijk daarom. Omdat het duurt lang. Lang duurt. Oh, ze verbinden... Ja, mensen hebben ook verbindingen en al die shit. Daar moet je ook naar kijken. Hoe hoger de verbinding is, hoe slechter het waren. Dus... De verbinding moet eigenlijk op nul staan, dan heb je het beste wat het is. Fuck. Mag ik hier wat... Ja, dank u. Wall gereinforced. 5 seconds to insertion. The runway trapped. Stay clear of pass zone. Nou, ik ben nog blij dat we niet zulke hele slechte mensen hebben. Want ik heb ook meegemaakt dat mensen gewoon. Ja. Elkaar gewoon de hostage vermoorden met de bom. Waarom ging die telefoon van hem af? Waarom de onze niet? Eén telefoon ging af, maar. Yo, ze zitten hier met z'n tweeën. Ouwe, what the fuck? Ja, je moeder. Die mensen spelen op een manier, jongen, waar je gewoon niet tegen kan. Ja, nu is het klaar. Jij kan niet schieten, Rie, want je hebt op pas niet tot in je gezicht. Weet ik. Ik kan geen ene flikken doen. Gap, je gaat nou gewoon naar beneden toe. Je doet hier niks. Oh. Ja. Ja, lekker boeien. Je had hem maar niet voor mijn neus moeten staan. One friendly operator remains. Ja, omdat die bij wordt gebracht. En nu willen ze erbij uit.
Ik stem op nee, dus ook hoe vaak zijn stem je kan inleggen. Nee, maar je bedoel, is toch zijn eigen stomme schild, hij gaat voor mijn bakken staan. Ja. Gewoon ja, zo recht is achter een kopje, hoor, zo plop, 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 plop. Oké, nu ga ik ook zo spelen, want nu ben ik er klaar mee. Maar ik ga nu even blitzwezen, want ik heb zo gevoeld dat hij mij wil doodmaken. Oh, ik word gebeld. Wat horen? Ja, schat. Hoi, ik ben klaar. Ah, ben je nu al klaar? Hoe vroeg je? Geen, heb je toets gemaakt? Ja. Wat voor cijfer? Ik heb een toetsweek gehad. Oh. Oh ja, natuurlijk, helemaal vergeten. Maar hoe ging het? Niet te locate de hostage. Ik heb een toetsweek gehad, maar dan ga je er twee ook gewoon. Maar hoe ging het? Ik zeg het net wel, maar ik heb het goed zien. Oh. Ah, mooi. Welke heb je gedaan? Biologie. Biologie. Oh, over de piemeltjes. Vibrators? Nee, geen vibrator. Jij zegt dan fibrinogeen of zo? Dat klinkt voor mij als een vibrator. Nee, dat wordt aangemaakt in je bloedplaatjes. Dat wordt omgezet fibrinogeen. Fibrinogeen is een soort radenstelsel wat je mond is. Ja, en dit onthoud ik niet. Holy shit. Zou ik helemaal gewoon nee, 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 hoeft niet schat. Biologische dokter hier, hoor. Schat, ik heb toch daar geen verstand van. Je legt me dingen uit dat gewoon nooit blijft hangen. Ja, bloeden wanneer ik in mijn flikker word gesneden. Gevroren zuurstof en koolstofdioxide. Mijn koolstofdioxide is toch slecht voor je lichaam? Ouwe, jij bent... Jouw lichaam bestaat uit koolstof. Oh, wacht even. Laat me even mijn telefoon goed zetten, dat ik ook nog een spel verder kan spelen, ja? Hoor je me goed? Ja. Oké, okay, ga je gaan. Ik zit er voor goed. Oh shit. Ik weet niet wat de kleine zijn of de grote is. Ja. Aha. Van de linkerboezem gaat het naar de linker tietje. Door het hele lichaam en zuurstof gebruikt door de organen. Dus we nemen de afstand van de kop. Naar de rechter boezem. Waarom? Oké. Oh. Ja. Klinkt heel goed. Ja, witte bloedcellen weet ik wel. Dat zorgt ervoor dat als ik een bloedneus heb, dat het stopt met bloeden. Nee. Oh. Oh, wacht, jawel. Nee, wacht. Bloedcellen die witte bloedcellen zorgen ervoor, als ik zeg wat, de blaftyfus heb. Dan zorgt toch dat het weggaat. Ja. Ja, het is ja. Er zijn dode bacteriën hier. Wat bestaat het dus uit? Wat? Waar witte bloedcellen uit bestaan? Plus bevat... Dode bacteriën. Ah, lekker om te weten, schat. Ja, lekker. Ah, weten. Daar ging mijn toets dus over. Niet over piemeltjes en vagina's. Over piemeltjes en vagina's ging het. Nee, dat is een telefoon. Oh, tuurlijk, shit. Kut, ik heb een shotgun. Oh. Oké, schat. Hou het in je oor. Doei doei. Dat wordt wat laat. Hoe bedoel je? Zij. Dit bloed. Holy shit man. Ik heb dat toch even staan. Hey, ik heb per ongeluk een shotgun gekozen in plaats van... mijn mitrailleur. Snel schiet. Je gaat hier niet blijven zitten, want die mensen gaan niet doorheen komen. Ik ga er over door.
Oh. Ik ga hier op mijn hoekje zitten. Ik zet hier mijn schild neer. En blijf weer lekker zitten. Ouwe, ze zitten bij mij. Ik ga hier weg. Oh, dit is zo stom voor mij. Hè. Ik heb die fucking shotgun gekozen. Ja, dat is echt stom. Ja, die tering snelle mitrailleur. Oh my god, oh my god, oh my poepseks. Ik word gebeld. Ja, ik word ook gebeld. Flikker op. Ik wil niet gebeld worden als ik aan het werk ben. Ik ben aan het werk. Nee, begrijp je wel ook niet waarom je een telefoon mee hebt als je zulke dingen gaat doen? Ja, camera's kijken. Ja. Oh. Die vond ik wel erg sterk. Ouwe, in mijn rug, in mijn rug, in mijn rug. Ouwe. Kijk uit. Ja, ik ben dood hier. Godverdomme jongen, waarom heet er ook iemand Big Mac Brad Mac? What the fuck is er mis met die vent met zijn kutnaam? Ik ga je daarvoor aangeven, hier. Oh nee, hoef niet, zeg maar twee kills. Je ziet dat. Ik ga geen mens aangeven. Ouwe, met je pisteltje open. Ik zweer het je gaat het niet winnen. Het is een fucking... Nou, dat dus. Hey, Dick. Is hij alleen over? Je kan het winnen, waardoor je moet in zijn rug kunnen komen. Dat moet je nog een keer doen. Ja, of daar schiet op dat witte gedeelte. Waar zijn pistooltje uitsteekt. Ja. Dat is gewoon een pistol fight, jongen. Je hebt hem weer in zijn pot, jongen. Je zit hem in zijn pot. Hij gaat er... Oh, hij is in zijn eentje? Ja. Ouwe, je weet dat je pistool bijna op is, hè? Weet ik. Nu niet schieten, dit is zijn kogels ontwijken, want even later is je out of ammo, hè? Ja hoor! Ja, lekker dan! Lekker! Mijn laatste kogels nog ook, hè? Mijn laatste vier kogels gewoon in zijn pootjes, hoor. Ja, deze man houden. Oké, die vond ik...